en de Hago schoonmaakbedrijf, terwijl we zien dat de nummer 1667 Bram Chardon binnen is gereden en hindernis nummer 6 de TSBG Horst hindernis. Spanning natuurlijk voor Bram Chardon. Ik denk dat Edith en natuurlijk Maurits zal lopen en achterop staan vaste partner die altijd samen op pad is. Hij heeft het zo voortreffelijk gedaan. Echt een geuzejaar vorig jaar met alles wat hij gewonnen heeft van het Nederlands kampioenschap. Wereldkampioen worden, midden van het jaar worden. Hij gaat ervoor met Bas, Onneke, Charlie en Hunter. Onneke is mijn persoonlijke favoriet. Wereldpony die altijd wil, deze Welsjes. En met ontzettend veel plezier blaast hij door die hindernis heen. Mooi gereden, Bram. Keurig. En dan rust in het span en dan reizen.